Dan is in 2018 het Neder-Saksisch, waar Twents deel van uitmaakt, is een officiële talenwen. En daar moet dus iets mee doen. Dat kun je niet laten sloffen. Zeker voor de volgende generaties. Taal is onmunig belangrijk voor de identiteit van een groep mensen. Genieten van veel leesplezier. Zeker. Goed gaan en blijf gezond. Alsjeblieft. Stel hoe even aan ons vuur en waarom heb je dat doorgeschreven? Ik ben Erik Hutte. Ik ben van 1952. Ik schreef al een jaar of zes, zeker na mijn pensionering, stukjes in dialect. En daar heb ik veel wil aan. Zeker als er veel humor in zit. En ik heb geprobeerd om die te bundelen. Ik heb de coronatiet gebruikt om nog wat meer verhaaltjes te schreeuwen. En op dit moment heel een boeken uitbrengen met 130 van die kleine verhaaltjes. En waar gaat die verhaal in zijn beetje rouwen? Ja, alledaagse dingen. Het is een beetje ondeugend, dat moet ik wel zeggen. Het is een ondeugend beursgewen. Ik heb er ook heel duidelijk bij gezet. Het is geen kinderboek of kinderveurleesboek. Het is voor grote leu en volwassen portleu. Dus daar moet je wel acht op geven. Maar ja, zo nu en dan moet je elkaar even grote waarheid kunnen zeggen. En ik heb markt bij mijn werk bij de Kring voor de Twentse Spraak, dat soort taalgebruik, dat er om hem werd gedraaid. En ik heb dacht, waarom? Want Twentse taal moet eigenlijk een taal wezen den in alle opzichten en voor alle vragen een oplossing heeft. Nou, en ik ben de confrontatie wat dat betreft niet door de weg gegaan. Ik neem de dingen bij de naam. Dat moet je ook maar kijken in het voorwoord wat ik heb geschreven. En ja, hoe dat aankomt, dat zie je dan wel. Ik vind het wel mooi. Je zei een paar dingen over dat je het hartstikke mooi vindt dat ik hier was. Ik vind het zelf veel leuker dat ik uitgenodigd word. Ik vind het best wel een eer als je binnenkomt in het huis van Katoen en Oe. En daar heet dan, je hebt over dialect, en we hebben geen Engels door, zeg je net. En wat steekt op boom, de bekende Almeloers, Wall of Fame. En dan, maar kijk hoeveel leuke bekende Almeloers hij hebt. En dan ben je nog een ventje nu de Alberg uitnodigen om dat boek te nemen. Nou, wat betekent dat voor u dat je een kring hebt? Ja, god, ik vind dat ik een boekje krijg is mooi, maar ik vind het vooral leuk dat iemand die vele jaren ouder is als mij en die toch wel van dialect is en die dan mij benadert, zal hij alsjeblieft dat boek in ontvangst wil nemen. Dat vind ik de eer. Dus ik vind dat heel leuk dat ik daar, en ik vond het mooi, want het was best wel kort dag. En het zou of morgen zijn of weer gisteren en nu in het theater dus is het ineens knetterdruk, want we moeten alles dubbel doen. Of driedubbel. En deze man had ik toch nog even een uurtje vrij. En dat hij daar dan zo blij mee is, dan denk ik, ja nou, het is maar gewoon ik hoor. Je vertelt zelf ook vaak in het Twents. Waarom doe je dat? Waarom ben je daar zo druk met? Nou ja, ik doe eigenlijk helemaal niet heel veel in Twents. Ik doe gewoon, als ik in de regio speel, probeer ik wel eens in dialect te doen. Maar als je moet van ver aankondigen dat je in dialect speelt tegenwoordig. Want als je in Enschede komt, dan weet heel veel leuk die dialect dan niet meer snapt. Dus ik speel gewoon in Twents en Twents accent, want ik moet het hele land doen. Maar als ik dan hier speel en wij speelt bijvoorbeeld nu de show met Goeie Tukkers met André Manuel en Ernest Beuving. Ja, daar steekt genoeg aanwijzing in de tekst en zo dat we dat in dialect doen. En ik vind het mooi, ik moet heel erg op grammatica en taal letten op podium. Want Twents, wij zeggen wie gaat naar de kroeg heen. Maar je zegt in het Nederlands nee, ik ga naar de kroeg heen. Dan moet je zeggen ik ga naar de kroeg. Maar ik plak altijd dat woordje heen erbij achteraan.